Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door C-by-Fly, Handley 360, ECP en Facility Support. Van harte welkom bij de kick-off van Business 010, een nieuwe talkshow voor ondernemend Nederland vanuit het hart van Rotterdam. Samen met collega's John Buisman en Ingrid Adriaanse ontvangen en bezoeken we de komende weken de kleine en grote ondernemers. Gelegen tussen de Willems- en Erasmusbrug is dit, ik zei het al, vanuit Rotterdam, evenementenlocatie De Boompjes, de talkshow van het weekend. Welkom bij Business 010. Welkom, dit is de allereerste Business 010, de nieuwe RTLZ talkshow van het weekend. En ik stel mijn gasten graag aan je voor. Inmiddels alweer 8 jaar de burgemeester van Wereldstad Rotterdam is Ahmed Aboutaleb. Wat zijn de plannen van de stad en hoe staat het met zijn eigen ambities? Burgemeester, van harte welkom. In het kabinet Rutte 1 was hij de man van het koffertje, de minister van Financiën Jan Kees de Jager. Inmiddels is hij CFO van KPN en een deel van het bedrijf verhuist van Den Haag naar Rotterdam. Hoe kan ICT ondernemend Nederland helpen om te groeien? Jan Kees, van harte welkom. Ja, en over verhuizen gesproken, als je als ondernemer je ergens wil vestigen op de allerbeste locatie, dan moet je bij Sylvia de Haas zijn van Henley 360. Die zorgt ervoor dat die ondernemers die plek vinden. Maar hoe pak je dat aan? We gaan het van jou horen, Sylvia. Welkom. Ja, je bent pas een gezond bedrijf als je financiële huishouding op orde is. Marcel van der Torre van European Credit Partners helpt ondernemers op het gebied van geldzaken. Onder meer door middel van factoring, maar er zijn veel meer mogelijkheden. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Nogmaals van harte welkom op deze prachtige locatie, mag ik wel zeggen, waar we eigenlijk heel erg trots op zijn, meneer de burgemeester. Dit is een mooi plekje. Ik ben eigenlijk even benieuwd zo aan het begin van het programma. Wat is nou uw favoriete plek in Rotterdam? Is dat hier? Er zijn eigenlijk twee. De eerste is de brug, de Erasmusbrug, fantastisch. Je moet eigenlijk op het hoogste punt zitten. De brug is gemaakt volgens een bepaalde wiskundige formule, maar je moet eigenlijk het hoogste punt vinden en dan 360 graden draaien. Dan heb je werkelijk de stad in je. En de andere plek is het Kralingse Bos. Ik kan het niet anders noemen. Het is een van de mooiste groene gebieden van Nederland. Waar je net de stad hoort suizen aan je voorbij trekken. Maar waar je weer rust kunt vinden. U loopt daar vaak hard, heb ik begrepen. Heel regelmatig. Ja, gewoon even ontspannen. Ja. Rotterdam is de wereldstad die het... Nou, dat roepen we eigenlijk al heel lang. Maar dat is de wereldstad geworden die het altijd al heeft willen zijn. De afgelopen 2 jaar heel veel ontwikkelingen geweest. Op steeds meer lijstjes. Toeristen weten de stad te vinden. Is de stad ook aantrekkelijker geworden voor ondernemers? Ik denk het eerlijk gezegd wel. De stad heeft een enorme zelfverzekerde indruk gemaakt de afgelopen jaren. Toen ik in 2009 hier kwam, had ik het gevoel dat sommige Rotterdammers wat geforceerd zeiden dat ze trots zijn op Rotterdam. Hoeft niet meer. De stad heeft een enorme zelfverzekerde indruk gemaakt. Vanzelfs als ik nu tijd zou hebben, zou ik 6 maanden lang buiten Rotterdam zijn, internationaal, om te voldoen aan al die verzoeken uit de wereld om te komen vertellen over Rotterdam. Ja. Nou, die tijd heb ik helaas niet. Maar het is belangrijk om hier te realiseren dat de stad echt er is op dit moment in Nederland en daarbuiten om ook verschil te maken. We hebben een verhaal, we hebben een samenleving, we hebben een kracht, we hebben een haven en dat mag gehoord worden. Ja, ondernemers hebben u ook af en toe nodig. Hoeveel ondernemers spreekt u nou elke week? Ik ben zeer regelmatig op bezoek bij bedrijven in de stad Rotterdam. Soms kleine bedrijfjes net begonnen, maar ook grote reuzen in de stad. Een Shell of een Esso of een andere raffinaderij of mensen die zich bezighouden met voedsel. Maar weinig mensen in de wereld weten dat wij een wereldspeler zijn als het gaat om het voeden van de wereld. Vanuit de Rotterdamse haven, vanuit het Westland, vanuit de rest van Nederland. En ik ben, denk ik, gemiddeld 1 keer in de 2 weken ergens bij een bedrijf. En dan breng ik daar 2-3 uur door om niet alleen met de chef te praten, maar ook echt het hele bedrijf ook van binnenuit te leren kennen. En ik spreek op jaarbasis, denk ik, enige honderden ondernemers. Ja, en hoe kun je als stad nou zorgen voor dat klimaat voor ondernemers dat goed is? Hoe zorg je daarvoor? Gewoon jezelf zijn. Jezelf zijn, niet overdrijven, bereikbaar zijn voor bedrijven. Ook vooral oplossingsgericht. Ik geef een voorbeeld van een bedrijf, een groot bedrijf, wat zo'n 800 man een aantal jaren geleden in Rotterdam is komen bouwen. Die zijn gaan bouwen en halverwege het bouwproces dachten ze, oh ja, daar moet eigenlijk een verdieping bij.
Nou, de voorschriften zeggen een vergunning opnieuw aanvragen. Dat doen wij niet in Rotterdam. Zo'n bedrijf meldt zich tot mij, ik zoek contact met de wethouder en we passen daarom mouw aan. Binnen enkele weken kunnen ze verder doorbouwen. Vooral oplossingsgericht en ik denk dat, nou ja, KPN kan daar straks over meepraten. Ja, inderdaad. Nou ja, dat brengt me eigenlijk meteen bij het volgende punt, want KPN komt dus met een deel naar Rotterdam. Jan Kees, daar ben jij onder andere verantwoordelijk voor. Van waar die keuze? Waarom komen jullie naar Rotterdam? Nou, het is vooral allereerst een rationele vastgoedkeuze. Rotterdam is aantrekkelijk qua kosten voor kantoren. Maar ook als je kijkt, we hebben een hubstrategie. Dus we hebben een aantal hubs verdeeld over alle grote steden. Ook in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Maar van die kantoorlocaties die we hadden, leende deze locatie, dat was ons voormalige regiokantoor, zich uitstekend, ook met de hulp van de stad, om te zorgen met de renovatie en de aanbouw dat het echt ook de allure van een hoofdkantoor krijgt. Daarnaast is het ook nog zo dat de arbeidsmarkt voor het hoofdkantoorfunctie relatief heel goed is. Want we hebben veel mensen van de Erasmus Universiteit en van de TU Delft bijvoorbeeld op het hoofdkantoor werken. Dus we hebben eigenlijk naar verschillende aspecten gekeken. En daarom hebben we die verdeling over die verschillende steden zo gemaakt zoals we die nu hebben gedaan. We blijven in al die andere steden ook actief. Maar hier leende zich toch het meeste het hoofdkantoor. Ja, en heb je veel contact gehad met de burgemeester? Jazeker, zeker. We kenden elkaar natuurlijk al uit Balken en de Vier. Uiteraard. Dus we hadden elkaars nummer, dus al vind je elkaar per telefoon en per WhatsApp. En ik moet echt zeggen, de stad Rotterdam mag zich echt zeer gelukkig prijzen met zo'n burgemeester, die zich persoonlijk echt betrokken voelt bij zo'n dossier. Het is natuurlijk voor zo'n stad ook belangrijk qua werkgelegenheid. Het is een grote corporate die zijn hoofdkantoor verplaatst. Dat gebeurt niet veel in Nederland. Dat gebeurt maar eens in de enkele tientallen jaren dat het ergens in Nederland gebeurt. Maar we hebben ontzettend veel medewerking gehad vanuit de stad Rotterdam om dat mogelijk te maken. Want er moet heel erg veel in korte tijd dan gerealiseerd worden. En de oplossingsgerichtheid waar ook deze burgemeester dan zich persoonlijk voor inzet, dat is echt heel erg ongekend. Nou, complimenten dus. Ja. Nou is KPN een heel groot bedrijf. Dan hebben we ook te maken met start-ups, mensen die net beginnen met hun business. Krijgen die evenveel aandacht? Evenveel, maar soms meer aandacht, omdat de contacten frequenter zijn. Onze wethouder Maarten Struivenberg is erin geslaagd om bijvoorbeeld Cambridge Innovation Center uit Amerika naar Rotterdam te halen. En fantastisch mooie investering, ook door ons mede financieel mogelijk gemaakt. Dicht bij het Centraal Station, waar één keer per week jonge mensen met ideeën, start-ups met ideeën, gematcht worden aan geldschieters. Soms buitenlandse geldschieters, soms lokale geldschieters. En dat er op die manier business kan ontstaan. Ook omdat het belangrijk is dat werkgelegenheid in de stad gevoed wordt met nieuwe ideeën. En daar moeten we in de toekomst naartoe. We hebben in Rotterdam recent een fantastisch verhaal ontworpen. Dat heet de Roadmap Next Economy. Dat is weer zo'n nieuwe term. Maar dat is waar verdienen we eigenlijk ons brood mee de komende jaren. En in die zin daag ik natuurlijk ook vooral de KPN om heel snel in Rotterdam 5G aan te leggen. Dus kunnen we misschien daar zaken over doen. Maar het is heel belangrijk dat we met energie aan de slag gaan. De energiecentrales hier moeten omgebouwd worden naar vriendelijke energiebronnen. De petrochemie moet zijn werk gaan doen. Hergebruik van water uit de haven, warm water voor allerlei andere doelen, hergebruik van stoom, maar ook ervoor zorgen dat er, als het even kan, alle woningen geïsoleerd worden. Heeft u een rekensom gemaakt hoeveel banen dat zijn? Dat zijn heel veel. Dat zijn tienduizenden banen. Dat is de reden waarom we afgelopen week als grote steden tegen minister-president Rutte hebben gezegd: zorg ervoor, als u nog mee gaat onderhandelen de komende jaren, geen nieuwe werkgelegenheidsplannen. Dit zijn de werkgelegenheidsplannen, voer ze uit. En die daar helemaal echt wegloopt met de ideeën die we hebben. Overigens, dit kost zo'n kleine 35 miljard. Dus ik zeg het toch maar. We rekenen het groot hier in Rotterdam. Is Europa. Vicepresident Sefcovic is hier nu 2 keer geweest. Ik ben gisteren bij hem geweest. En die zegt, Rotterdam is de showcase voor Europa. Als het gaat om koesteren de oude economie die je nog hebt. Maar zorg ervoor dat je een nieuwe stap maakt richting de nieuwe economie. Ja. Even iets heel anders. Komt u nog wel eens in uw geboortestad Benicidel? Spreek je dat goed uit? Ik spreek het goed uit. Fantastisch. Nou, je had een Berber kunnen zijn. Ik denk dat mijn mensen in dat dorp aan de ene kant trots en blij zijn met mij. Want ik heb de afgelopen jaren op afstand weten te lobbyen bij de Marokkaanse regering voor water en elektriciteit in dat dorp. En dat is gelukt? Dat was er eigenlijk sinds mijn geboorte daar niet het geval geweest. Daar zijn ze heel blij mee, maar ze zijn heel boos. Ik ben daar denk ik nu 1 jaar of 8 niet geweest. Dus ik moet hier een keer gaan. Je moet even vrienden maken daar. Ja. Nou, Marcel, dat brengt me eigenlijk heel even bij jou. Dat klinkt misschien een beetje gek. Je bent gewoon geboren in Rotterdam, maar wel op een redelijke bijzondere plek, namelijk de Molen. En met jou gaan we zo meteen praten over de financiële mogelijkheden van het bedrijf. Maar eerst leren we jou even beter kennen. En dat doen wij met Ingrid Adriaanse. Ja, of je nu die ondernemer bent die groei najaagt, of net in de fase zit dat je je kop boven water moet zien te houden. De juiste financieringsvorm is altijd belangrijk. Daarvoor kun je natuurlijk aankloppen bij de bank, maar er zijn ook andere opties.
Marcel, hey, Iris. Hi, gezellig. Hallo. Kom lekker zitten. Dankjewel. Wat heb jij met deze plek? Waarom zijn we hier? Hier aan de achterkant, recht tegenover waar we nu zitten, daar ben ik geboren. De molen, de Prinsenmolen. Een van de oudste gebouwen die we hebben in Rotterdam. En mijn vrouw en ik en mijn kinderen, wij gaan daar uiteindelijk... Als volgende generatie gaan we daar naartoe huizen. Dus. Hoeveel kinderen heb jij? Twee stuks. Een zoon en een dochter, Casper en Nina. Jij komt niet uit de financiersfamilie? Nee, helemaal niet. Uit de bloemetjes en de plantjes. Uit de bloemetjes en de plantjes. Ja, waar komt dan jouw liefde voor de financieringsbranche vandaan? Ik ben als ervaringsdeskundige in het vak terechtgekomen. Op enig moment, het pad van een ondernemer kent heel veel hoogtepunten, maar uiteindelijk ook heel veel dieptepunten. Ja. En, dat heb ik ook mee mogen maken. Uiteindelijk daarvan uit, vanuit de bloemen en de fouten die ik daarin heb gemaakt, in de creditmanagement terechtgekomen. Wat heeft ECP de ondernemer nou precies te bieden? Het vermogen om te groeien. Ja, dat is wel heel kort. Kan je dat een beetje toelichten? Ondernemers hebben in hun organisatie te maken met bewegingen. En wil je in staat zijn om te groeien, dan zal er vermogen aanwezig moeten zijn. De ene week zou iets meer nodig hebben, de andere week iets minder. En die flexibiliteit moet een financieringscomponent ook inhouden. Maar die ondernemer wordt geconfronteerd met veel meer uitdagingen dan alleen maar het financieringsvraagstuk. En daarvoor willen we er zijn. Dus jullie kijken als het ware over de schouder mee van de ondernemer? Ja, nou, ik zal eens proberen naast je te staan. Jullie helpen de ondernemer dus om zijn groeiambities waar te maken. Maar ja, het komt ook wel eens voor dat ze met wat minder leuke zaken te maken hebben. Bijvoorbeeld als facturen niet of niet op tijd worden betaald. Wat hebben jullie dan te bieden? Onze oorsprong zit primair in het creditmanagement. Althans, mijn oorsprong zit primair in de creditmanagementhoek. Daar zijn we bezig geweest om ons heel erg te focussen op het voorkomen dat dingen uiteindelijk in incasso terechtkomen. Wij noemen dat eerste hulp bij overmaken. Wij zeggen altijd, we proberen de klant van onze klant te faciliteren om in staat te zijn om de factuur te betalen. Ja, want welke voordelen biedt factoring de ondernemer dan nog meer? Voorspelbaarheid, altijd weten waar je aan toe bent, geen verborgen kosten en een extreme beperking van je risico's. Ja, je komt op mij over als een enorme bevlogen ondernemer. Wat zijn nu jouw dromen nog voor de toekomst? ECP verder doorontwikkelen. De volgende releases van onze platformen. Als je gaat kijken, er zijn op dat gebied nog zoveel nieuwe ontwikkelingen. De markten die om ons heen staan niet stil. Als je gaat kijken, ook de stappen die we nog in het kader van internationalisering nog op ons bord hebben liggen. Wij zijn voorlopig nog niet uitontwikkeld. Je blijft in de financierderswereld of ga je misschien toch weer terug de molen in? Nee, ik ga zeker terug de molen in, met mijn vrouw en met mijn kinderen. Maar ECP, dat is iets wat ik samen met mijn compagnon nog heel erg lang hoop te blijven doen. Leuk. Laten we een wijntje bestellen en proost op het ondernemerschap, vind je niet? Lijkt me een goed plan. Gaan we doen. Marcel, ik hoorde even zo tussen de regels door, om het zomaar heel even gechargeerd te zeggen, dat jij door schade en schande als ondernemer wijzer bent geworden. Je hebt eigenlijk alle facetten gezien. Heeft je dat sterker gemaakt als ondernemer? Ja. Luister, er zijn op zo'n Rotterdams, weet je, er zijn twee manieren om eruit te komen. Dus bungelend aan een touwtje of sterker dan dat je erin gegaan bent. ik heb niet gebungeld aan een touwtje, dus daarmee hebben we gelijk het antwoord op de vraag gegeven. Kan je stellen dat alles wat jij geleerd hebt als ondernemer, dat je dat nu bij andere ondernemers kunt besparen? dat zou een hele mooie zijn. We doen in ieder geval een hele goede poging. Ja. De financiële huishouding van een bedrijf is natuurlijk de allerbelangrijkste. Soms nog wel eens een ondergeschoven kindje. Zie je toch veel gebeuren. Waar gaat het nou bij bedrijven soms mis? Nee, je ziet primair dat het misgaat op het gebied van cashflow. Een onderneming gaat niet failliet door het feit dat ze een zeper laaien. Of dat ze een keer tegen iets aanlopen. Slecht betalende klanten of dergelijks. Dat zijn niet de grootste problemen. Het probleem zit hem in de opvolging daarvan. Als je niet in staat bent om het gat wat er daardoor ontstaat, om dat op te vullen, dan ga je dus tegen je crediteuren vertellen, jongens, let op, het gaat niet. En je gaat mensen gaan beloftes doen die ze niet na kunnen komen. En je gaat uiteindelijk in een gat terechtkomen wat iedere week groter wordt. Ja. Dat gat moet je opvullen. Maar dan is het natuurlijk wel zo dat vroeger ging je naar de bank als ondernemer, als je wilde starten. Dat is leuk. Ja, dat is een beetje over volgens mij. Ja, de banken zijn al een paar dagen dicht. Maar wat zijn nu dan de opties voor ondernemers? Ja, er zijn natuurlijk allerlei vormen van alternatieve financiering zijn er ontstaan. Crowdfunding is een veel gehoord woord. Maar er zijn ook andere alternatieve financieringsvormen ontstaan. Een daarvan is datgene wat wij doen, debiteurenfinanciering. Eigenlijk is het asset-based finance, om het netjes te zeggen. Wat we proberen is een waarde te koppelen aan alle binnen een onderneming aanwezige waardecomponenten. En daar komt het financieringsmodel uit. Het belangrijkste stuk is ons factoring onderdeel daarvan. We kijken dus hoofdzakelijk over wat de waarde is van de debiteuren. En daar wordt een financiering op verstrekt. Wat zijn nou de voor- en nadelen dan van factoring? Want dat lijkt natuurlijk een hele fijne oplossing, dat is het ook. Maar zitten er ook nadelen aan? Ja, natuurlijk. Op het moment dat je meer uit gaat besteden dan alleen maar, zeg maar het geldcomponent, ga je automatisch gaan dingen daar toevoegen en dan wordt het ook duurder. Je moet alleen in mijn optiek niet gaan kijken van, jongens, wat kost nou dat stuk. Maar je gaat ook afscheid nemen van een aantal kostencomponenten in je onderneming. En dat moet je mee gaan nemen.
Dus het is veel, het is veel breder dan alleen maar de prijs van het geld per maand. Ja. Jullie helpen bedrijven. Jullie zijn daar wat dat betreft heel kundig in. Lukt het tot nu toe altijd goed? Het zou natuurlijk een beetje onzinnig zijn om te zeggen dat je onderneming uitsluitend bestaat uit hoogtepunten, want dat is niet zo. Als ik ga kijken naar de klanten die we hebben, dan zijn dat primair klanten die groeien en hard groeien. En in die harde, zeg maar, op het moment dat je een bedrijf hard groeit, heeft hij een hele flexibele vorm van financiering nodig. En die moet niet geremd worden. Die ondernemer die moet in zijn ondernemingsbeweging niet geremd worden en iedere week naar die bank toe moeten om weer te roepen van mag ik weer 100 erbij, want het gaat zo goed. En in dat stuk, daar mist de bank een stuk aansluiting. Dat stuk dat vullen wij in. Dankjewel Marcel voor jouw heldere uitleg. Aan tafel, nou inderdaad, ook we hebben hem al gehoord, Jan Kees de Jager. Ik wil het toch even zeggen, wat ben jij ontzettend afgevallen, Jan Kees. Dankjewel. Ja, fantastisch. Dankjewel. Ziet er heel goed uit. Zometeen praat ik heel graag met jou verder. En met jou, Sylvia, wil ik graag ook praten over wat jullie doen voor ondernemers. Van klein tot groot, jullie nemen ze mee aan de hand om te zoeken naar de geschikte locatie voor een bedrijf. En John Buisman die bezoekt de kleine ondernemers die groot zijn in wat ze doen. Met vandaag de groenteboer op de hoek. Gaan ze zo? Ja. Kom maar. Ja, ga je maar eerst. Onderhands, hè? Onderhands. Ja, mijn rechterarm wil af en toe niet meer. Ja. Is goed met je. Gewoon drie keer zover, man. Ja, ik hoop dat dit zometeen nog leidt naar interessante tips. We gaan het zien. En Ingrid die gaat voor ons in iedere aflevering op pad met de klapstoel om inspirerende ondernemers op bijzondere locaties te leren kennen. En wie er dit keer op zit en waar die staat, dat zien we zo meteen. Tot zo. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door Henley 360, Pro Arts Design, See by Fly en Magies Catering. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door ECP, See by Fly, evenementenlocatie De Boompjes en Brams Gourmetfriets. Welkom terug. Je kijkt naar Business 010, waar hier aan De Boompjes de businessborrel aan de Maas al druk gaande is. Iedere week zet Ingrid een ondernemer op haar klapstoel om op die manier de mens achter het succes beter te leren kennen. En dit keer is dat Simon Cox van Blue City 010. En weer toch weer die rotte zwam. Toch weer. Dankjewel. Graag gedaan. Opgenomen in het oude Tropicana. Hele inspirerende locatie. Zometeen dus alles over die Rotterzwam. Jan Kees, jij bent zoals veel politici van de politiek naar het bedrijfsleven gegaan. Wat zijn nou de overeenkomsten tussen de politiek en het bedrijfsleven? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik ben eerst lange tijd ondernemer geweest. Echt lange tijd. Hier overigens in de Van Hellefabriek in Rotterdam. Toen ben ik de politiek inbeland. Eerst als staatssecretaris van Financiën, daarna minister van Financiën. En toen bij een groot bedrijf als KPN ben ik toen begonnen in de financiële functie als CFO. Ik heb altijd mijn hoofd bij finance gehad, maar mijn hart met technologie. En dat was een hele mooie combinatie met zo'n technologiebedrijf als KPN en dan de CFO-functie mogen doen. Er zijn heel veel verschillen, maar ook overeenkomsten tussen de politiek en het bedrijfsleven. De hectiek is wel een stuk minder. Toen ik in crisistijd minister van Financiën was, was ook echt iedere weekend was er wel echt iets aan de hand. Vooral in de weekenden. Ja. Nou, die zijn nu echt veel rustiger. En je kunt ook als een bedrijf nog wat vaker, nog net even wat meer tijd met de lange termijn bezig zijn. En met investeringen voor de lange termijn. Dat doen we natuurlijk ook bij KPN. Want dan ben je echt voor hele lange termijn horizon aan het plannen. Omdat je lange investeringen maakt. We zijn een van de grootste investeerders in infrastructuur in Nederland. Met 1,2 miljard euro afgelopen jaar bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. En ja, daar moet je natuurlijk een hele lange termijn horizon voor hebben. Jullie komen naar Rotterdam. Ik heb één vraag, want ik zie het gebouw namelijk hier vanuit mijn ooghoek. Waarom is het licht uit bovenin? Het KPN-logo is niet te zien op dit moment. Nee, dat is... Zijn jullie aan het besparen? Nee, het is nu nog een niet verlicht logo namelijk. Dus overdag kun je het wel heel goed zien. Er werken wel nog mensen, zo te zien. Want het is ook een KPN-contact. Die kunnen 24 uur per dag worden gebeld door ondernemers. Maar het er komt straks... Met de hulp natuurlijk van de stad. Er komt straks KPN was een van de eerste gebouwen met een soort LED-verlichting op die gevel. Die was... S'avonds laat een beetje te fel, helaas. Dus daar hadden andere mensen last van. En wat nu met de huidige stand der techniek gaan we die vervangen. En dat worden dimbare LED's. Waardoor we dus echt ook s'avonds, zoals het hoort in een stad met deze allure natuurlijk, ook s'avonds kunnen projecteren zonder dat mensen daar last van hebben. Een nieuw in de afspraak, dat is heel bijzonder.
Ik mag als burgemeester dan dat scherm gebruiken als er een calamiteit in Rotterdam aan de orde is, om daar noodboodschappen op te projecteren. Dat is echt heel bijzonder, een publiek-private samenwerking. Nou doen jullie ook met KPN mee aan het Smart City project op Zuid, dat is daar. Maar dan moet ik eigenlijk eerst even aan de burgemeester vragen, dat is onderdeel van de roadmap to the next economy. Kunt u in het kort samenvatten wat dat nou precies is, want dat houdt ons allemaal bezig op dit moment. Ja, wij hebben natuurlijk een klassieke economie in Rotterdam. Neem onze haven bijvoorbeeld, 500 miljoen ton ongeveer wat we daarin omslaan. Veel petrochemie en het levert meer dan 100.000 banen. Maar als je die haven niet moderniseert, als je die niet vergroent, als de energieproductie niet op een milieuvriendelijke manier gebeurt en de bedrijven minder energie consumeren, en zo kan ik een tijdje doorgaan, ja, dan loop je het risico dat zo'n haven in 40, 50 jaar tijd vanaf nu gerekend een soort openluchtmuseum wordt. En ik denk dat dat belangrijk is dat je daar heel snel bij bent om die stap naar de volgende economie te maken. Heel belangrijk om de stap te maken. Daarvoor heb je dus inderdaad technologie voor nodig. Je hebt ook overheden die durven te investeren. Ik zeg, een stad Rotterdam, als je al die zaken beschouwt, is geen toeschouwer. Wij zijn een belangrijke actor. We zijn een van de belangrijkste steden van Nederland. Dus we trekken de stoute schoenen aan, we overleggen en praten met iedereen. We hebben echt honderden mensen bij elkaar gebracht. Economen, maar ook sociologen, techneuten, mensen die verstand hebben van financiën. KPN heeft in die denktank ook meegedaan, maar ook andere bedrijven hebben meegedaan. Er ligt nu een document op tafel, wat nu uitgerold moet gaan worden de komende jaren. En onze rekensommen die we maken, leveren dus echt zo'n 100.000 banen. Ik zeg altijd dat dat veel een groot investering is. Nou, voor een groot deel komt dat uit de markt zelf. Voor een deel moet de overheid dat doen. Het is ook voor het eerst dat Rotterdam ook niet naar het Rijk gaat en zegt, geef ons geld. Nee, we zeggen, we zijn partners en wij doen zelf mee. Wij financieren ook mee in het hele proces. Om er op die manier ervoor te zorgen dat die overgang naar die moderne economie gaat plaatsvinden. Want let wel, al die goedkope spullen die we nu kopen in China, van plastic of wat dan ook, die worden gewoon straks in Rotterdam-Zuid gemaakt. Ja. Want ze worden straks met een 3D-printer gemaakt. En of die 3D-printer hier staat of in China, het doet niet ter zake. En ik denk dat je op die manier heel veel productie weer naar Nederland kunt halen. Goed voor heel veel werkgelegenheid. Juist aan die onderkant van de samenleving. Ja, en zo kan ik op die manier doorgaan. Maar het vraagt ook wel om een ander onderwijs. Want als je nu vanuit de HTS of van de MBO-opleiding komt, dan heb je er 4 jaar over gedaan. Maar de technologie in jouw telefoon is na 2 jaar al oud. Ja, het heeft invloed op alles eigenlijk. Dus je bent eigenlijk na 4 jaar is je kennis 2 keer obsoleet. Ja. Dat betekent dat we anders gaan denken over permanent leren. Wie betaalt dat? Wat is de rol van de overheid? Wat doen bedrijven zelf? Wat doen wij als gemeente? Wat is de rol van de werknemer zelf om in zichzelf te investeren? Fascinerende tijden breken aan. En als je nu niet die majeure breuk maakt met de traditionele economie, de komende 5 jaar, dan vis je achter het net. Dus laat het een boodschap zijn aan ook in de komende regering. Dan vis je echt achter het net. En dat betekent dat het aansluiten is bij die grote spelers in de wereld. We moeten nu echt die overgang maken. Ja, en Heerlijk. Jullie zijn natuurlijk ook druk daarmee bij KPN. Ja, en dat Smart City project, daar doen jullie aan mee. Even in het kort, wat gaan jullie daar precies doen? Ja, we staan inderdaad aan de vooravond van hele grote disruptieve veranderingen in de samenleving, in de economie. En als KPN zijn wij de groene verbinders van Nederland. En ook in dat project zorgen wij ervoor voor de basisverbindingen, maar ook een platform speciaal voor in het Smart City project. Een platform waardoor er allemaal sensoren en kleine apparaatjes, die bijvoorbeeld aan containers van de haven zitten, aan vrachtauto's of op schepen, maar ook in lantaarnpalen, et cetera. Kleine sensoren die met een heel klein batterijtje of heel weinig energie 10 jaar lang internetconnectiviteit kunnen hebben zonder tussentijds opgeladen te hoeven te worden. Dat is een hele nieuwe technologie. Die hebben we in het heel Nederland nu uitgerold. Maar in Rotterdam hebben we in dat Smart City project daar bovenop nog een platform om ervoor te zorgen dat al die connectiviteit, die sensoren aan elkaar verbonden wordt, zodat je de haven echt smart kan maken, dat lantaarnpalen echt smart kunnen worden doordat alleen maar aangaan als het nodig is, doordat de prullenbakken zelf voortaan in de stad aangeven wanneer ze geleegd hoeven te worden. Dat scheert heel veel kosten, maar ook overlast voor vrachtauto's die niet hoeven te rijden, waar ze niet hoeven te rijden. Dus een veel betere logistiek in de haven, ook bevoorrading naar de stad. En dat komt allemaal doordat je eigenlijk elk apparaatje aan internet verbonden kunt laten zijn, wat heel slim daarmee praat en dus eigenlijk gewoon optimaal kan werken. Een ander voorbeeld, je komt uit Shanghai met je grote schip
En je ziet als kapitein dat een van die onderdelen van de motor het gaat begeven over enkele weken. Je belt met Rotterdam, je geeft de specificaties door en de 3D-printer metaal begint al dat onderdeel te printen. Als je in Rotterdam aankomt, is dat onderdeel gereed. Dat scheelt misschien wel een maand wachttijd voor zo'n schip. En je kunt dat onderdeel monteren en weer wegvaren. Het zijn echt revoluties. We noemen het ook een revolutie die eraan zit te komen. Dat zijn prachtige ontwikkelingen. Ja, en dat verschaft dus niet alleen voor de programmeurs en de smart boys en girls, maar echt handjes. Gewoon werk. Ja, innovatief bezig zijn. Wij besteden daar in Business 010 ook de komende weken aandacht aan. Dus de komende weken gaat u dit soort thema's ook allemaal terugzien. Even wat aan, dus we praten zo meteen verder. Iedere week gaat Ingrid met haar klapstoel, ik zei het al, op pad en bevraagt dan inspirerende ondernemers. En ze doet dat op bijzondere locaties. Hij was financieel dienstverlener en nu is hij de meest onderscheiden stadslandbouwer van Europa. Vandaag klap ik de stoel uit voor de man achter de Rotterzwam, Simon Cox. Simon, hoe zit jij het liefst? Nou, niet zo. Ik voel een afstand. Dit is hem. Ja, waar zijn we en waarom zijn we vandaag hier? We zijn hier in het voormalig Tropicana, wat tegenwoordig Blue City heet. En we zijn hier omdat er hier heel veel dingen gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Ja, dan heb je het over blauwe economie. Wat kenmerkt nou die blauwe econoom? De blauwe econoom laat zich voor zijn bedrijfsvoering inspireren door de natuur. De natuur kent namelijk geen afval. Output van het ene proces is de input voor het andere. En dat doen de ondernemers die hier in het pand zitten, die doen dat. En wat doet dan een groene econoom? Een groene econoom die doet het een stukje minder slecht. En daarom zijn wij meer geïnspireerd door de blauwe economie. Want we hebben radicale verandering nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Ja, toch even voor de mensen vooral buiten Rotterdam. Wat is nou die Rotterzwam? De Rotterzwam is de eetbare paddenstoel uit Rotterdam. En die kweken wij op Koffiedik, wat ook weer uit de stad komt. Is Rotterdam hier nou ook een typische voorloper in? Ja, je merkt dat Rotterdam een koploper is op het gebied van duurzame economie en op het gebied van stadslandbouw. Samen met Almere en Groningen is Rotterdam echt koploper. Hier is al veel ontwikkeld, van een subtropisch zwemparadijs naar een duurzaam paleis. Wat zijn jouw dromen nog voor de toekomst? Nou, de droom van Blue City in ieder geval is dat we over een jaar of 5-30 Blue Cities over de hele wereld hebben. En dat die overal als paddenstoelen uit de grond op komen zetten. En weer toch weer die Rotterzwam. Toch weer. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Meneer de burgemeester, hoe blijf je nou als stad koploper op het gebied van blauwe economie? Ja, ik ben trots op deze jongens. Ik ben daar twee keer geweest. Ondernemers, ondernemers zelf, ze zijn creatief. Wat jij moet doen is ruimte bieden. Heel simpel toestaan dat in een voormalig zwembad, want dat zijn allemaal regels, dat dit in een voormalig zwembad kan. Ja. En dat is op zichzelf al ruimtegevend aan een bedrijf, is heel belangrijk. Want ondernemen, dat weten ze zelf, weet dat er weer dan ook. Nou, ruimte geven aan een bedrijf, Sylvia, dat is jou dan weer op het lijf geschreven. Ja. Dat doen jullie. Is daar nou veel veranderd de afgelopen jaren? Ja. Nou, ten eerste wil ik even zeggen dat ik hier heel veel energie van krijg. Want dit is eigenlijk precies de reden, hè, waarom wij investeren in onder andere Nederland. Waar wij ons in verdiept hebben, is dat we inderdaad zien dat er meer behoefte is aan weten waar je aan toe bent als ondernemer. Hè, een verhuurder die je aan de arm meeneemt, die je adviseert. Hè, die kijkt naar de maakindustrie. Dat is de verandering die je nu ziet. En het strak houden aan lange huurcontracten, niet flexibel, ja, dat is toch wel een beetje over. Ja, jullie hebben gekozen voor Rotterdam. Jullie gaan ook verder uitbreiden, komen we zo meteen op. Waarom hebben jullie gekozen voor de stad hier? Ja, ik denk dat we het daar de hele avond al over hebben. De stad van de innovatie, de industrie. We kijken echt naar de populatie in de stad, hè? De keuze van de stad. Hoe betrokken is de stad, hè? Hoe gaan ze mee? Hoeveel MKB-bedrijven heb je daar? De starters. Ja, en daar, dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom we zeiden van ja, dan is Rotterdam de eerste keus. En bedrijventerreinen waar even niks meer mee gebeurt, de zogeheten dode bedrijventerreinen, daar gaan jullie aan de slag. Ja. En dan heb ik begrepen dat daar soms ondernemers, totaal verschillende ondernemers, dan plek krijgen onder één dak. Gaat dat altijd goed? Ja, dat gaat heel goed. Waarom? Omdat we ze eigenlijk een stem geven. We luisteren naar de ondernemers, we kijken waar ze behoefte aan hebben.
En kijken eigenlijk binnen ons concept, hè, binnen ons pand, waar we de ondernemer het beste kunnen huisvesten. Nou, we praten er zo meteen over verder, Sylvia, want we kunnen daar natuurlijk hier aan tafel lang en breed over praten. Gaan we zo meteen ook doen. Maar Ingrid, nieuwsgierig dat ze is, nam de proef op de som en kwam dus terecht op zo'n locatie waar dus verschillende ondernemers, met succes moet ik erbij zeggen, hun plek hebben gevonden onder één dak. Ha, Sylvia. Hi Ingrid. Hallo. Welkom. Dankjewel. Jij hebt me hier vandaag uitgenodigd op een gigantisch bedrijventerrein, de Boezembocht in Rotterdam. Ja. Waarom deze locatie? Nou, je bent hier bij FlexiZone. Dat is het concept van Henley 360. En dit is de eerste locatie. FlexiZone klinkt heel flexibel. Wat is het concept precies? Nou, het concept biedt innovatieve en creatieve ondernemers de ruimte om zich te ontplooien. Eigenlijk vind je hier alle soorten type ondernemers. Van starters tot aan gerenommeerde bedrijven die al wat langer bestaan. Dus zowel de kleine ondernemer als de grote ondernemer. Wat is voor hen beiden een grote pre? Nou, wat je ziet in de markt, hè, waar een ander nee zegt, zeggen wij ja. Maar waar zegt een ander dan bijvoorbeeld nee? Nou, wat je vaak merkt is dat de ruimtes al ingericht zijn. Bij FlexiZone doen wij dat voor de ondernemer. Ik ga op onderzoek uit en ik ben heel benieuwd welke voordelen die ondernemers dan ondervinden. Hallo, wordt hier hard gewerkt? Hallo. Jupiter zie ik staan. Wat zijn jullie voor bedrijf? Wij zijn een internationale handelsonderneming, gespecialiseerd in server hardware. En waarom is het voor jullie nou zo voordelig om juist hier te zitten? De flexibiliteit is heel fijn voor ons. We zijn begonnen met eigenlijk begonnen vanuit huis. Toen één kantoortje en inmiddels hebben we er vier. Zo, klinkt heftig. Goedemiddag. Hallo. Hey. Klinkt gezellig hier. Ja, mooi. Waarom is het voor jullie prettig om juist hier te zitten met je studio? Flexibiliteit eigenlijk heel erg. We kunnen er eigenlijk 24/7 in. We hebben de sleutel, we kunnen altijd naar binnen. We hebben dus beveiligd. En de ruimte is gewoon ideaal. We kunnen muziek maken, we kunnen herrie maken, we kunnen doen wat we willen doen. Hè? Doe jij nou die deur open met je telefoon? Ja, daar hebben we een app voor. Dat is heel handig. Dat scheelt weer tijd voor mij. Waarom is het nou juist voor een fietscourier zo handig om hier te zitten? Nou, ons peloton van fietscouriers groeit zo hard dat we af en toe gewoon snel wat meer ruimte nodig hebben. Dus dan ga ik jou niet ophouden. Ga gauw. Geef een duwtje. Jeetje, wat een ongelooflijk gave ruimte. Ja, toch? Industrieel, stoer. Ja, heel anders dan wat ik tot nu toe heb gezien. Mooi van de rest. Waarom ben je op een bedrijventerrein gaan zitten met je sportschool? Wat je zegt, het is industrieel. We willen graag een rauwe look hebben. In de stad is het een beetje lastig, veel betaald parkeren. Je wil een groot pand, in de stad is het extra duur. Dus we zijn buiten de stad gaan zitten, waardoor we toch een groot pand kunnen hebben. En het industrieel houden. Wat maakte deze locatie voor jou als meubelmaker zo interessant? In eerste instantie heb ik een bepaalde oppervlakte nodig. En ik werk ook best wel met zware machines, dus krachtstroom was eigenlijk een vereiste. En dat was ook geen enkel probleem, dus dat is hartstikke fijn. Ik heb heel wat creatieve invullingen van de ruimte gezien. Ook nog wel wat boxen die leeg staan. Ja. Wat hebben jullie daar nog voor te bieden? Nou ja, sinds kort hebben we een FlexiZone app. Nou, met deze app kun je als nieuwe klant ons makkelijker vinden. Je kan via de app direct kijken welke ruimtes zijn er beschikbaar. En hem natuurlijk alvast inrichten. Nou, dat klinkt als een handige tool. Sylvia, mag ik jou enorm bedanken voor de warme ontvangst. En ik wens je ongelooflijk veel succes in de toekomst. Bedankt Ingrid, Joep, tot ziens. Hoor. Sylvia, ik wil toch even de vraag stellen. Heb ik een bedrijf? Stel, ik bel me bij jou. Heb ik dan nog wel een beetje inspraak in waar ik kom te zitten en met wie? Want daar maak ik me toch zorgen om. Ja, nee, dat heb je zeker. Ja? Wat ik al zei, wij nemen je echt mee aan de hand. Je spreekt ook direct met de verhuurder. Het is niet zo dat daar een beheerder, dat is toch wel de oude stempel. Je praat direct met de eigenaar. Korte lijnen. Je kunt direct schakelen, korte lijnen. Je voelt je betrokken. En ja, eigenlijk nemen we je mee aan de hand. En op het moment dat we zien waar jij echt behoefte aan hebt, kunnen we je voorstellen aan iedereen die in het park zit. En moet ik zeggen, dit was een waanzinnige locatie. Ja. Hoe ziet voor jullie de toekomst eruit? Ja, heel mooi. Ja? Ja, we gaan volgende maand uitbreiden in de regio Utrecht, Vianen. En we breiden zeker het eerste kwartaal nog uit in Rotterdam.
Dus ja, we hebben gezien dat er behoefte is aan deze groep van ondernemers. Dus wij gaan ze zeker faciliteren. Helemaal goed. Sylvia, doe jij je best voor. Dat komt helemaal goed. Dankjewel voor nu. Blijf kijken naar Business 010, want straks kijk ik met mijn tafelgasten naar de toekomst. En John Buisman, die zoekt voor ons de kleine ondernemer op. En wat hebben chocola en spruitjes met elkaar te maken? Frans, die spruiten. Heb je die nog? Die hebben we nog, ja. Ja. En zijn die 1,25 per stuk? 1,25 per stuk. Wij worden niet voor niks als groentejuwelier bestempeld, dus... Het is een hele bijzondere combinatie. Zometeen gaan we zien hoe dat nou precies zit. De businessborrel hier aan de Maas is in volle gang. U kunt alles terugvinden op de site rtl.nl/business010. Hier aan tafel worden de glazen ook bijgevuld. We zijn zo terug. Tot zo. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door Henley 360, ProArts Design, See by Fly en Magie's Catering. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door ECP, See by Fly, evenementenlocatie De Boompjes en Brams Gourmetfriets. Welkom terug bij Business 010. Aan tafel burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, en CFO van KPN, Jan-Kees de Jager. Marcel van der Torren, ook nog steeds present. En ook hier aan tafel Sylvia de Haas van Henley 360. Even kort, we gaan even een blip werken op de toekomst. Als het gaat om duurzaamheid, innovatie, de komende weken besteden wij de aandacht aan in dit programma. Wat zijn de speerpunten van de gemeente? Nou ja, in ieder geval is het voor ons heel erg van belang dat we onze partners, de bedrijven, dicht heel bij ons houden, want daar moet ook voor een deel het kapitaal vandaan komen. En waar ik echt heel erg op hoop en bid, is dat we een visionaire regering krijgen die ook echt inziet dat die stap die kant uit van duurzaamheid en et cetera, onvermijdelijke stap is. En dat er niet kleine stapjes nodig zijn, maar echt groot durven denken. Dat is denk ik heel belangrijk. En wat wij als stad moeten doen samen met opleidingsinstellingen, want ik kan tegen de heer De Jager zeggen dat de techniek mogelijk moet maken, maar als we geen mensen hebben die dat kunnen runnen, zijn we ook in de aap gelogeerd. Dus het is opleiden en permanent blijven opleiden. Dus die driehoek, overheid, bedrijfsleven en de onderwijssector, zijn echt tot elkaar veroordeeld. Willen wij de komende jaren gewoon Nederland bovenaan blijven houden als zeer aantrekkelijk land voor investeerders. Scherp blijven, dat is in ieder geval één ding wat zeker blijven, is. Maar vooral durven. Een beetje iets meer Rotterdamse mentaliteit in het kabinet. Heel goed, ja. Jan-Kees, hoe gaan jullie innoveren met KPN de komende tijd? Allereerst blijven we investeren in die netwerken. Veruit de grootste investeerder in netwerken in Nederland. Meer dan 1 miljard euro per jaar. En daarbovenop zie je steeds meer nieuwe diensten. Gebundelde diensten van vast en mobiel. Want we hebben natuurlijk, we investeren in die vaste en die mobiele netwerken. En veilige netwerken. Maar we bundelen steeds meer voor onze klanten, ook het midden- en kleinbedrijf, bundelen we die diensten in vaste telefonie, mobiele telefonie, maar ook een stukje veiligheid, een stukje cloud connectiviteit met het internet, dat je de software niet meer op je kantoor hoeft te draaien, maar vanuit het internet kunt draaien, dat je e-health-achtige toepassingen of smartlife-achtige toepassingen, ja, allemaal hele nieuwe toepassingen waarbij je dus continu connected ben, dat mensen ook gewoon in plaats van dat ze in het ziekenhuis moeten blijven, dat ze gewoon op straat kunnen lopen, omdat er gewoon een klein apparaatje is wat de hele tijd met internet je in de gaten houdt en veilig, ook gewoon echt veilig is, omdat de arts kan monitoren of het goed met je gaat. Zo komen er heel veel nieuwe innovatieve toepassingen, waar wij als KPN, als de netwerkleverancier, onze bijdrage aanleveren en ook heel veel in blijven investeren. En vooral die gebundelde diensten, je ziet dat klanten daar echt heel erg blij mee zijn, dat we alles dus bij elkaar brengen. Of nou videocommunicatie, mobiele communicatie, vaste communicatie, alles op verschillende apparaten, in combinatie met een stukje opslag, met een stukje office-applicaties. Allemaal in één pakket. We gaan een interessante tijd tegemoet. Een hele interessante tijd, ja. Absoluut. Ja, zeker. Dankjewel, Jan-Kees. Nog even kort, European, hè, dat staat European Credit Partners. Gaan jullie Europa veroveren? Ja, dat is wel de bedoeling, Kevin. Ja. We zijn hard bezig. Hoofdzakelijk bevinden onze klanten zich momenteel in Nederland. Maar we zijn heel hard bezig om onze bakens langzaamaan te verzetten. Ja, helemaal goed. Business 010 is er voor alle ondernemers, van groot tot klein. Dat mogen inmiddels duidelijk zijn. We kunnen eigenlijk stellen dat ondernemers van welk formaat dan ook allemaal dezelfde uitdaging hebben. John Buisman zoekt de kleine ondernemer op en komt daar, zonder dat je het verwacht, bijzondere verhalen en tips tegen. En deze eerste keer bezoekt hij ons allemaal welbekend, de groenteboer op de hoek. Goedemiddag, ik zoek Frans van de Polder. Frans. Nou, dan niet. Oh,
Opperdoeze Roze, 2,98. Frans? Goedemiddag. Van der Polder. Hoi. John Muisman, Business 010. Kijk, ik heb de camera meegenomen. Oh, leuk. Even kijken hoe het met de business zit. Frans, die spruiten. Heb je die nog? Die hebben we nog, ja. Ja. En zijn die 1,25 per stuk? 1,25 per stuk. Wij worden niet, niet voor niks als groentejuwelier bestempeld, dus... Hé, hoe lang zit je hier al? 26 jaar. Dan ben je was je behoorlijk jong toen je begon. Ja, precies. Mijn vader had geen zin meer. En die zei van, nou, geef me verder. En doe jij ook nog aan internet? Ja. Dus we hebben een site, fruitmandje.nl. Geweldig. En dan krijgen mensen gewoon een fruitmandje thuis die door mij zelf gemaakt is. Met die twee handjes? Ja, met deze twee handjes. Laat ze even zien. Daar ben jij, neem maar op. Neem maar op, kan er een klant zijn? Dat is een klant, ja. Ja, neem maar op. Heb ik niet, nee. Kennen we niet. Hebben we niet, kennen we niet. Pensioen? Ik denk wel eens aan mijn pensioen, ja. En wat denk je dan? Hoe hou ik mezelf zo fit mogelijk om dit zo lang mogelijk te kunnen doen? Ja. Pensioen is natuurlijk voor kleine zelfstandigen is een ander verhaal. En dat baart me wel zorgen. Denk, jongens, waarom hebben wij geen pensioen? Mensen die in loondienst zijn, die daarvoor alles geregeld. Maar ik betaal net zoveel belasting. Die zitten allemaal te kijken met die fris van de zaken, die computer van de zaken. Een vrijdagmiddag om 2:30 kroketten. Ja. Is het volkoren tandpasta? Dat is volkoren tandpasta, ja. Waarom heb je al dit soort spullen? Zijn dat om winkels die er niet meer zijn? Er zijn meer winkels in de buurt die er niet meer zijn. Het is gewoon gemak voor klanten. Is dat nou goed ondernemen? Inspelen op de markt is goed ondernemen, ja. Luister naar je klanten. En het is nu dit en misschien is het volgend jaar weer totaal iets anders. En wie is die man die daar staat, die de hele tijd een beetje de boel in de gaten staat te houden? Dat is de Godfather. Dat is de Godfather zelf. Jawel. Even ruiken. We proosten altijd eerst, hè, John? Ben je ook nog bekend om de gekkigheid? Jawel. Kunnen wij buiten even een bananenschilletje gooien? Ja, dat kunnen we wel doen. Haast je zo? Ja. Doe maar. Ja, ga je maar eerst. Onderhands, hè? Onderhands. Ja, mijn rechterarm wil af en toe niet meer. Ja. Is goed met je. Gewoon drie keer zover, man. Frans, drie tips voor jonge ondernemers. 1. Probeer een partner te zoeken die achter je werk staat. 2. Wees creatief. 3. Verkoop alleen maar kwaliteit. Ja, nou dat zie ik wel. Hey, hey, hey! Jongen, verkoop. Ja, en we zijn heel blij met onze Sean en zijn tips. En de komende weken gaan we dus hem ook terugzien. Meneer Abu Talib, deze groenteboer was ook verantwoordelijk voor de groente en de fruit. Ja. Helemaal op die mooie trap. Wat heeft die trap betekend voor de stad? Dit was stadspromotie eerste klas. Ja, hè? Ja, kan er anders van zeggen. Nou hoorde ik ook nog even Frans zeggen, zorg voor een partner die achter je staat. Ja. We zien uw vrouw niet zo heel vaak in beeld. Maar wat betekent uw vrouw voor u in de achterban? Hard werken. Ja? Ja, ongelooflijk hard werken en zonder je partner kom je niet zo heel eind. Maar ik hoorde hem 3 adviezen geven en hij was nog een 4e advies vergeten. Trouw een rijke partner, dan kom je ook een heel eind. Dat is mij niet gelukt. Nee. Ja, heel goed, maakt niet uit. Volgens mij bent u goed terechtgekomen. We zijn aan het einde. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie komst naar de studio. En we doen dat bedanken met een presentje. We geven jullie namelijk allemaal een overheerlijke fles wijn mee. Aangeboden door wijnkoperij Kees van Noord. Drink deze thuis lekker op en dan komt dat helemaal goed. Mag ik een applaus voor mijn tafelgast alsjeblieft? Dit was de allereerste Business 010. De komende weken is dit de talkshow van het weekend op RTL Z. Meer informatie kun je terugvinden op rtl.nl/business010. Volgende week staan we in het teken van innovatie en praten we onder andere samen met Deloitte en het havenbedrijf over baanbrekende innovaties in de toekomst. Heel graag, tot dan. Business 010 werd mede mogelijk gemaakt door C-by-Fly, Henley 360, ACP en Facility Support.